aan tafel zijn geschoven. Jawel, de drummer Leon en de zanger slash harmonica, mondharmonica speler Alex. Jongens, jullie zijn duidelijk geïnspireerd door muziek waar onder andere Lester Butler heel bekend mee geworden is. Ja, ik hoorde Lester Butler en ja, een jaar of 10, 15 geleden ongeveer voor het eerste cd. King King was dat en ik was gelijk eigenlijk helemaal verkocht. Ik heb de cd toen ook nog niet gedownload, want dat kon niet. Dus je moest hem gewoon kopen in de winkel, apart. Dus helemaal grijs gedraaid, mondharmonica gekocht en alles proberen na te doen eigenlijk. En zo is het begonnen. Hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Want jullie hebben nogal wat, in ieder geval van Leon weet ik dat hij zijn roots ook nogal op andere vlakken heeft liggen. Qua bandjes. Hoe is eigenlijk jullie samenstelling tot stand gekomen? Laten we daar eens eerst mee beginnen. Blue Monday. Nou, dat is eigenlijk ontstaan in 2001. Ik stopte toen met een toenmalige band waar ik in speelde, Physical Graffiti, een Led Zeppelin tribute band. Ik wist dat Charles al een tijdje geleden op non-actief stond in het gitaarspelen, omdat hij eigenlijk al zoveel clubjes had gehad en op zoek was naar iets nieuws. Maar die wilde een no-nonsense band, dus gewoon repeteren, lekker spelen. Geen gemouw over tijden van optreden en hoe laat op de repetitie aanwezig zijn. Gewoon buffelen met die handel en optreden. En dus eigenlijk zijn Charles en ik begonnen om een aantal mensen bij elkaar te trommelen, waarvan Alex er één was. En zo hebben we heel langzaamaan de muzikanten bij elkaar gehaald die nu nog steeds in dezezelfde samenstelling spelen. En we zijn eigenlijk begonnen met een open podium mee te doen. In het Ven en de Middelaar hebben we op open podium meegedaan. En dat beviel zo goed dat we gezegd hebben, nou we gaan er gewoon voor. En we zien wel wat schip strand. En tot op de dag van vandaag klikt het nog steeds. Dus ja, prima. Bellen jullie zaaleigenaren af om te mogen spelen of gaan jullie actief op zoek naar optredens of zeggen jullie van nou als ze ons een keer gezien hebben en ze komen ons, ze vinden ons goed dan zijn we er? Nou, het wisselt een beetje. Er zijn periodes dat we redelijk actief zijn in het benaderen van tenten waar we willen spelen. Laatste, ik durf wat te zeggen, 2 jaar hoeven we eigenlijk weinig moeite meer te doen om in optredens te komen. Het is ook niet zo dat wij ieder weekend op het podium willen staan. Dus we hebben zelfs iets van nou, als we 2 keer in de maand ergens te planken raken, dan vinden we het prima. En tot nog toe verloopt de aardig zonder dat we daar zelf heel actief in hoeven te zijn. Dus ja. Jullie hebben 2 cd's opgenomen. Eerste cd's, vooral covers. Tweede cd's, allemaal eigen nummers. Do In Time on Highway 55. Doe ik even uit mijn hoofd. 54. Ik zit er 1 nummer naast. 44. Ik zit er 11 nummers naast. Wat doen jullie liever? Door het proces van het schrijven van een eigen nummer of toch wel een iets bekender nummer zelf spelen? Of naspelen, laat ik zo zeggen. Wat is meer eer van je werk? Nou, het mooiste vind ik eigenlijk is gewoon is dat ja, Charles, de gitarist, die bedenkt eigenlijk vaak een nummer eigenlijk, een beetje de basis eigenlijk. En dan heeft hij zijn gitaartje en zijn mp3-spelertje bij zich op vakantie en dan bedenkt hij iets, hij zingt het zelf en hij speelt gitaar erbij. Dan wordt het rondgemaild en dan luistert iedereen daarna en de volgende repetitie heeft die dat erbij gedaan en die doet dat erbij. En dan wordt het een beetje gestuurd door Charles van, oh, ik had het eigenlijk zo gedacht of zo gedacht. En dan op zo'n repetitie heb je dan 2 of 3 eigen nummers gewoon een beetje staan. En dat vind ik persoonlijk eigenlijk wel het leukste eigenlijk. Dus het is een groepsproces gestuurd door Charles? Ja, Charles is eigenlijk wel een beetje de hoofdpersoon erin, niet een beetje, of een beetje die het gewoon aanstuurt. Want het is toch zijn, ja, hij heeft zijn gedachten erover. En dan vullen wij dat in en dan met zijn, hij heeft eigenlijk de grote hand erin, zomaar te zeggen. Zijn jullie nog bezig met jezelf aan het opvoeden, muzikaal gezien, maar ook op bluesgebied? Ja, eigenlijk wel, maar ja goed, blues is toch een gevoel eigenlijk, wat je eigenlijk neer moet zetten. Dat is gewoon, vind ik persoonlijk, heel moeilijk. En daar gaan gewoon heel veel jaren overheen. En iedere dag leer je weer wat bij je, iedere repetitie, ieder optreden wat je gaat kijken, iedere cd die je luistert. Je blijft toch proberen door te gaan, door te ontwikkelen. En dat houdt volgens mij nodig op. De antwoord hebben we vaker gehoord, dus dat zal wel ongeveer. Geldt dat. Vinden jullie ook dat je alles moet weten van de blues om blues te mogen spelen? Nee, absoluut niet. Ik denk dat blues vooral een gevoel is. En dat proberen we ook zoveel mogelijk op de plank over te brengen naar het publiek. Dus wat Alex al zegt, enerzijds is het heel leuk om in een proces te zitten om eigen nummers te maken. Maar ik vind het zeker ook leuk om het bekendere werk of coverwerk op te pakken van artiesten of van bands waar wij dan zelf
van vinden dat die gewoon een goed stuk muziek neerzetten. En daar gewoon je eigen interpretatie ook aan te geven, je eigen jus overheen te gooien, zeg maar. Om het toch ook eigenlijk je eigen nummer te maken. Het is dan wel van een ander, maar je kan van een ander zijn nummer ook je eigen ding maken. En dus, dat vind ik veel belangrijker. Jullie muziek is Texas-based, Austin-based. Jullie zijn daar ook een keer op vakantie geweest, of op studiereis, kan ik het misschien beter noemen. En misschien wat de meeste luisteraars van Bluesmoose nog niet weten, dat jullie ook een bepaalde dame uitgenodigd en Austin tegen zijn gekomen en uitgenodigd hebben, kom eens een keer naar Nederland als je toch deze kan. En wij gaan met jou wel een kleine tour doen. Dat hebben wij toen gezien en dat de toenmalige dame, en die is eigenlijk nog steeds zo, was Didi Priest. En die is op het moment toch aardig aan het doorbreken. Zelfs met een nummer in co-productie met jullie geschreven hebben begrepen. Dat kun je zelf misschien even het beste toelichten. Ja, klopt inderdaad. We zijn met een aantal leden van Blue Monday destijds naar Austin, Texas gegaan. Het was meer een vakantie/studiereisje. Op zoek naar de Texas Blues. En we kwamen er eigenlijk heel toevallig in de club Didi Priest tegen. Die daar een optreden deed in een sessieband. Wat er heel gebruikelijk is in Austin, Texas. Het is 4-0. Toen met die dame kwamen we in gesprek. En ze gaf eigenlijk al vrij snel te kennen dat ze de wens had om nog eens een keer naar Europa te kunnen. Om wat optredens te gaan doen. Dus eigenlijk gekscherend heb ik toen gezegd, nou dat ga ik voor jou regelen. Ik zorg gewoon dat er wat optredens in Nederland geregeld worden voor je. En in de hoop dat je op basis daarvan gewoon verder kunt. En dat hebben we dus gedaan. Dus we hebben een deel van Blue Monday en een aantal andere muzikanten uit de regio een sessieband voor de samengesteld waar we 5 optredens mee gedaan hebben in Nederland. En ik zag zelfs in de programmering van Peer dat ze dit jaar op de vrijdag in Peer staat te spelen. Dus we zijn zelf ook altijd van de partij in Peer als bezoeker. Dus we gaan zeker op die vrijdagavond even genieten van een dame die wij naar Nederland, of in ieder geval naar Europa getrokken hebben. Dus dat is gewoon wel kicken om te zien, ja, mag ik wel zeggen. Dan kom ik even terug op het nummer. Volgens mij heb je ook een nummer wat op de laatste CD van haar, Candy Moon, dat er terechtgekomen is. Klopt, het nummer I Met The Moon in Holland heeft ze in Nederland geschreven. Ze logeerde destijds bij mij en mijn vriendin in huis. En schijnbaar heeft ze op een nacht, dus ze dus niet kon slapen, heeft ze dat nummer geschreven. Of in ieder geval de tekst geschreven van het nummer. En op basis daarvan zeiden we van ja, misschien is het een leuk idee om bij Charles in de studio te duiken. Die had destijds nog een studio onder zijn eigen woning. En op één avond in plaats van een repetitie hebben we de nummer opgenomen met Didi. En eigenlijk de blauwdruk van het nummer heeft ze uiteindelijk met de nieuwe band waar ze nu mee speelt op Candy Moon. Heeft ze het nummer opnieuw opgenomen. Dus daarin zijn we ook vernoemd als co-muzikanten die uiteindelijk het nummer met haar gemaakt hebben. Ja, klopt inderdaad. Kijk, en dat zijn van die kleinigheidjes die dat toch wel een beetje eer in jouw muzikale carrière kunnen brengen. Waar ligt jullie ambitie? Dan heb ik het niet over vanavond 4-0 van Nederland, maar dan heb ik het muzikaal gezien. Is het een groot festival nog wel een keer? Vorig jaar Giethoorn, geloof ik. Of is het, jongens, als we kunnen spelen vinden we het goed, dan maakt het niet uit waar we staan. Nou, voor mij geldt gewoon, als wij kunnen spelen vind ik het goed. En als dat een festival is of een iets groter festival. Of we zijn een keer naar Cork geweest en dat was geweldig. Vrijdag gaan we naar Zwitserland, ook helemaal geweldig. We doen gewoon ons ding eigenlijk. En alles wat op ons pad komt, dat bekijken we gewoon. En we pakken eigenlijk zoveel mogelijk aan. We vinden het allemaal leuk om te doen. Het is allemaal nog hobby eigenlijk. Dus, 1 keer per week repeteren en dan proberen 2 keer per maand op te treden. En dan vind ik het eigenlijk goed en ik denk dat dat voor de rest ook geldt. Ja, we hebben in veel van onze biografietjes die we rondsturen en op de site zelf ook, hebben we de one-liner Having Fun in Playing the Blues. En ik denk dat dat gewoon alles zegt. En dat is ook hetgene waar we met z'n allen gewoon voor gaan. Dus in die zin hebben we met z'n allen de neus dezelfde kant uitstaan. Dat is voor ons het belangrijkste onderdeel. Natuurlijk hebben we ooit ideeën van, goh, het zou ook wel eens leuk zijn om in de een of andere bluesclub in België te staan. We hebben een keer Ierland gedaan, nou gaan we weer naar Zwitserland. Dus we zijn eigenlijk wel 1 keer per jaar willen we wel een vakantie/weekendje met elkaar doorbrengen met 1 of 2 optredens erin. En dat is gewoon, daar draait het eigenlijk om. Als we maar fun met elkaar kunnen hebben, dat is gewoon het belangrijkste. Precies. Ik denk dat dat een hele mooie afsluiter is voor dit interview. En nogmaals bedankt voor het optreden en we gaan het naluisteren.